Lire Fer, wat is er allemaal met jou gebeurd sinds het moment dat jij hoorde dat je bij Oranje zat en nu? 24 uur? Ja, het ging heel snel. Ik ben gisteren sms door Hans Joritsma dat ik hem zo snel mogelijk moest opbellen. En dat heb ik gedaan en ik had te horen gekregen dat ik vandaag moest melden in IJsselduin. Nu weten we wel dat de gearriveerde internationals, de spelers die tweede zijn geworden op het WK, hier niet bij zijn. Voelt het dan toch anders dat je er nu bij zit? Nee, natuurlijk niet. Ik denk Nina zelf, dat spreekt gewoon voor zich. En ik ben blij dat ik hier deel van uit mag maken en dat de trainer mij toch maar een kans heeft gegeven. Dat toen Otman Bakal uitviel, dus ik ben gewoon hartstikke blij. En dit smaakt natuurlijk naar meer. Je bent pas 20. Hoe ga je die wedstrijd zien? Met name genieten en zoveel mogelijk laten zien aan de bondscoach? Ja, precies. Je moet gewoon zoveel mogelijk laten zien aan de bondscoach en gewoon ervaring opdoen. En het is hartstikke mooi. We gaan nu naar Oekraïne uit. Het is een hele mooie wedstrijd. Ja, eigenlijk zou je gaan spelen met Jong Oranje tegen Liechtenstein. EK kwalificatiewedstrijd, dat gaat om het echi. Maar volgens mij vind je deze wedstrijd veel belangrijker. Hè? Ja, tuurlijk. Als ik mag invallen, wordt het mijn eerste interland. En dat is hartstikke mooi. Dus, ja, het is wel eventjes leuk, ja. De cirkel, ondanks dat je nog jong bent, is er bijna rond. Want Van Marwijk liet jou ook debuteren bij Feyenoord. Wat verband heb je met Van Marwijk? Ja, natuurlijk een soort speciale band als hij je heeft laten debuteren. En, ja, als je nu weer bij hem debuteert, dat is twee keer mooi. Hoe heb je naar Oranje gekeken op het WK? Toen natuurlijk nog niet wetende dat je daar heel snel misschien wel een deel uit zou gaan maken. Ja, precies. Je hebt gewoon als een soort fan natuurlijk naar het Oranje gekeken. En je was hartstikke blij dat ze tweede zijn geworden. Jammer dat ze die finale niet hebben gewonnen. Maar tweede toch een topprestatie. En nu mag je zelf deel uitmaken van de selectie. Ondanks dat de jongens er niet bij zijn, maar toch mag je deel uitmaken van de selectie. Het gaat wel hard met jou, hè? Onlangs goed nieuws, want je werd door Mario Benje, trainer bij Feyenoord, weer gekozen als reserveaanvoerder. Dat spreekt veel waardering uit. Nu al in Oranje. Gaat hard? Ja, zeker. Gaat zeker hard, maar... Ja, het is allemaal mooi om mee te maken en je moet ze gewoon staande zien te houden. Wat weet je verder van de tegenstander, Oekraïne? Ja, ze hebben een paar goede spelers natuurlijk. Ik weet niet of Shevchenko meedoet, maar dat is natuurlijk een tof spits. Je hebt natuurlijk Voroni. Dat zijn allemaal spelers die ik wel ken en het is een redelijk fysieke ploeg. Dus ja, dat weet ik van Oekraïne. Nu reizen jullie daar morgen naartoe. Jullie gaan ook nog trainen. Eerste training, merk je dan al direct dat het niveau hoger ligt dan bijvoorbeeld je gewend bent bij Feyenoord of Jong Oranje? Ja, natuurlijk. Je speelt met spelers die de beste van een team zijn. En het niveau gaat steeds hoger. Dus dat is allemaal beter voor mij. En zoveel mogelijk ervaring opdoen, dat is goed. Je hoeft niet te wennen hier bij Oranje. Hè? Want je ziet jongens van Feyenoord. Je ziet veel jongens die je kent uit de jonge Oranje-tijd. We weten allemaal dat Anita een goede vriend van je is. Kortom, het is allemaal bekende voor je. Ja, precies. En dat is wel mooi. Dan kan je makkelijker... aan je omgeving anticiperen en aanpassen, dus dat is wel beter. En met twee spelers kon je nog dollen, met Van Wolfswinkel en Vorm. De doelman die je nog gisteren wist te passeren met een kopbal. Ja, precies, dus dat is wel extra leuk. Ja. Geniet ze woensdag. Ja, dankjewel.